Na de vrijdagtraining bij FC Groningen troffen we een zwaar gedeprimeerde Wessel Dammers die een keiharde klap te verwerken kreeg van trainer Danny Buijs. We gaan erover praten in een nieuwe aflevering van TV Milko. Maar we beginnen met Peter Leeuwenburg, de doelman van de FC Groningen. Er is de laatste tijd veel om hem te doen. Hij maakt een onzekere indruk, onder andere bij die goal bij Fortuna Sittard. Die treffer van Mats Seuntjes, waarbij Leeuwenburg er niet helemaal lekker uitzag. Wat is de indruk van Danny Buijs van Peter Leeuwenburg? Wisselend. Peter doet goede dingen, Peter doet mindere dingen. Maar ja, het is ook heel simpel. Als je kiept ook voor het eerst in de Eredivisie. Dus ja, dan moet je ook incalculeren dat zijn kwaliteiten soms tot uiting komen, dat het heel goed gaat. En soms heeft een topsporter ook te maken met dat het wat minder gaat of dat hij een keer een fout maakt. En uiteindelijk is de kunst dat je dat moet ontwikkelen, zeg ik altijd, naar een stabiel niveau. Waarin je heus wel eens een keer een onvoldoende mag scoren, maar over een langere periode moet het dan gemiddeld een voldoende zijn. Nou zijn er, net als bij elke andere Eredivisieclub, natuurlijk ook genoeg alternatieven voorhanden bij FC Groningen. Je hebt Jan de Boer op de bank zitten als reservekeeper en je hebt natuurlijk ook Jan Hoekstra, de keeper uit eigen jeugd die vorig jaar ervaring opdeed bij Roda JC. Zijn dat dan geen alternatieven voor Danny Buijs om die nu onder de lat te zetten? Nee, op dit moment nog niet. Nee, dat heb ik het ook vaak met de keepers over. Ik heb toevallig een paar weken geleden nog met Jan Hoekstra, meer ook over vanwege zijn toekomst. Dat hij zei, ja, dat is best wel moeilijk. Vorig jaar bij Roda alles gespeeld en dan nu weer tweede keeper. Keeper, zei hij ook, een keeper wissel je gewoon niet snel. Dat zelfs de keeper zei, ja, het is eigenlijk wel logisch. Dan zei ik, ja, is het wel logisch? Want ja, bij een speler doen we het soms wel heel snel en bij een keeper niet. En blijkbaar op de een of andere manier is het ook een automatisme wat zo ontstaan is in de voetballerij. En misschien is het wel heel logisch, maar het is niet dat het door mijn gedachten gaat, maar daar heb ik er wel een keer over gehad. Wordt er getwijfeld aan de positie van Peter Leeuwenburg bij FC Groningen, ook aan de positie van Danny Buijs zelf wordt getornd? Want wat dook er afgelopen week in de media op? FC Groningen zou al in vergaande onderhandelingen zijn met de trainer van Go Ahead Eagles, Kees van Wonderen. Danny Buijs kwam zelf ook de geruchten ter gehoren. Ja, dat kreeg ik doorgestuurd. En nou ja, maar joh, voor mij is het heel simpel. Als de club denkt dat het beter is voor de club om een andere trainer aan te stellen, is dat hun goed recht. Want mijn contract loopt af op 30 juni. Ja, het enige wat ik hoop is, als ze die keuze hebben gemaakt, ja, dat ze het mij gewoon gelijk vertellen. Voorlopig zit Danny Buijs in ieder geval nog stevig in het zadel bij FC Groningen. En zo staat hij ook gewoon langs de kant vrijdagavond om 8 uur als FC Groningen aantreedt tegen PEC Zwolle. Nou is PEC Zwolle niet te onderschatten tegenstander. Want PEC Zwolle staat weliswaar onderaan in de Eredivisie. Maar er zijn bepaalde statistieken die erop wijzen dat de ploeg eigenlijk veel hoger zou moeten staan dan dat ze in daadwerkelijkheid staan in de Eredivisie. En daar heeft Danny Buijs ook wel een mening over. Want waar ligt precies de kracht van PEC Zwolle, Danny Buijs? Dat is een beetje afhankelijk met hoe zij spelen en met wie ze spelen. Maar PEC is gewoon altijd al een goed voetballende ploeg. Data zegt niet alles. Dat blijkt ook wel tot op dit moment in de realiteit. Maar volgens de expected goals data staat PEC Zwolle veel te laag op de ranglijst. Dus het zou kunnen betekenen dat het ook een paar keer gewoon enorm heeft tegengezeten. Ondanks die kracht van PEC Zwolle gaat iedereen natuurlijk gewoon wel uit van een overwinning van FC Groningen vrijdagavond. Ongeacht het resultaat, zei Danny Buijs er nog wel eventjes bij, is het lek toch boven bij FC Groningen na een sombere periode. Ik vind nu, we zijn sowieso verder dan 2 maanden geleden. Omdat je gewoon ziet, we trainen vaker met jongens. De jongens zijn meer geacclimatiseerd, ze worden fitter. Dus ja, dat staat voor mij echt los van het resultaat. En sowieso wel dat we alweer een stap verder zijn. Dat Buijs toch redelijk optimistisch klinkt, heeft ook te maken met het feit dat de selectie van FC Groningen steeds fitter wordt. Daardoor neemt de concurrentie ook toe voor een basisplaats. En ja, dat gaat nu ook de eerste slachtoffers opleveren. Want Wessel Dammers lijkt tegen PEC Zwolle het kind van de rekening te worden. En daar zijn een aantal redenen voor. Je kijkt wat verwachten we van de wedstrijd, wat denken we nodig te hebben. En dan probeer je te kijken welke kwaliteiten wij op het veld hebben en wie daar het beste bij past. Nou, voor mij is het heel simpel. Thomas Suslov was vorige week geschorst. Ik vind Thomas extreme kwaliteiten brengen voor dit elftal. En die ik ook denk die we keihard nodig hebben. Dus Thomas komt erin. En dat betekent ten opzichte van de wedstrijd, als je kijkt naar de vorige tegen Fortuna, ja, dan moet er wel eentje af. Ja, dan ga je alles op een weegschaal leggen en dan ga je opties afwegen. En uiteindelijk moet je dan ergens een keuze maken. Het kunnen allemaal geldige argumenten zijn hoor, die Danny Buijs aanvoert. Maar Wessel Dammers heeft daar zelf natuurlijk heel weinig mee te maken en heel weinig steun aan. Want vorige week tegen Fortuna Sittard kreeg hij nog de complimenten. Werd hij tot de beste spelers van FC Groningen gerekend. En nu dit. Dat is iets wat natuurlijk wat zeker niet leuk is. Zeker ook als ik kijk naar
hoe ik de afgelopen week eigenlijk in de wedstrijden speel. En ja, dan komt dat op dat moment wel even aan als een behoorlijke klap, ja, absoluut. Het geeft natuurlijk wel gewoon een gevoel van onmacht eigenlijk. Met of zonder Wesseldammers, ook tegen PEC Zwolle zullen er gewoon 11 Groningers in het veld staan. We gaan naar de opstelling. Zoals altijd onder een groot voorbehoud, want Danny Buijs gaf niets prijs tijdens zijn wekelijkse perspraatje met de journalisten. Maar waar we wel vanuit kunnen gaan, en dat zag u eerder in deze uitzending, is dat Leeuwenburg gewoon op het doel staat. Achterin, waarschijnlijk, Casanvirio, Te Wierik, Swerko en Van Hintem. Op het middenveld als controleurs Duarte en Iran Doest. In de aanvalslinie op het middenveld denken we aan Elhan Koeri op rechts, Ngonge en Soeslof. Hij is weer terug na een schorsing. En dan in de spits Jurgen Strandlas. Michael de Leeuw is nog steeds ziek of traint in ieder geval nog apart. En hetzelfde geldt voor Damiel Dankelui. Die twee zijn er dus in ieder geval niet bij. Hoe het allemaal gaat aflopen tegen PEC Zwolle, dat zien we aankomende vrijdagavond om 8 uur. En we gaan erover napraten maandag in een nieuwe uitzending van Radio en TV Milko. Graag tot dan.